Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Reactor en de actualiteiten die daarbij horen. Vanavond aan tafel Elle Doorland. En met jou gaan we praten, Elle, over het mooie stuk Belle en het Beest van de Comediantjes van Naad Piek. Ja. Maar voordat we dat doen, dat bent u van ons gewend, gaan we naar de actualiteiten van vandaag. Het Fioretti College aan de Muntelaren in Veghel is woensdagochtend rond 11:15 voor een deel ontruimd, vanwege een gaslicht die werd waargenomen. Een leerling had met pepperspray rondgespoten in het trappenhuis, waardoor een paar leerlingen onwel zijn geworden. De brandweer heeft het gebouw geventileerd en de leerling met de pepperspray is door de politie aangehouden voor verder verhoor. Ja, we moeten even lachen, want we werden een beetje tot de orde geroepen door de regie. Maar dat mag, dat is prima, ja, daar is de regie ook voor. Ja, Elle, we zitten samen aan tafel en met jou gaan we dus praten, zoals al eerder gezegd, over het stuk dat de comediantjes gaan spelen, Belle en het Beest. Ja, eigenlijk wel een bekend stuk, maar waarom zijn jullie tot die keuze gekomen? En misschien het traject daarvoor nog, van hoe wordt die keuze bepaald? Hoe bepaal je een stuk? Nou, het is zo dat de Comediantjes van Naad Piek, dat zijn kinderen tussen de 12 en de 15 jaar. En we spelen in het buitentheater. En dan moet het eigenlijk altijd wel een familievoorstelling zijn. Dus je zit eigenlijk al gauw, zit je in deze hoek, hè. Vorig jaar hebben we Koning Arthur gedaan, hebben we Keer Alice gedaan. En ja, wat nu? Hè? Ja. Want op een gegeven moment, dit is mijn negende product, denk je van ja. En toen riep een van die kinderen, oh Ellen, kunnen we alsjeblieft Bellen en het Beest doen? Ja, en dan met zo'n. En toen ging er een gejuich op van 23 kids. En toen dacht ik van nou ja, oké, klaar, gaan we doen. Ja. En Wanneer was dat? Wanneer werd die keuze gemaakt? Dat was begin september. Begin september, ja. Begin van het speelseizoen. Ja, we beginnen eigenlijk half september. En, ja. Dus ja, dat was eigenlijk heel prettig dat we al snel een keuze konden maken. En ligt zo'n stuk dan, even voor mijn beeld voor me, ligt zo'n stuk dan op de plank dat je dat waar haal je zo'n kant-en-klaar stuk? Nou, ik had het toevallig, de musical versie. Mm-hmm. Want we hebben dat een keer op het Karel de Grote College in Nijmegen gedaan. Het was heel klein, in elkaar gepropt. Mm-hmm. Maar de strekking van het verhaal was oké. Ja. Maar ik moet altijd iets verbouwen aan stukken. Ik weet niet wat dat is, maar dat hoort bij mij. Plus dat ik 25 kinderen heb. Dus over het algemeen te weinig rollen. Dus moet je altijd bijschrijven. Ja. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Ik heb er ook karakters bij geschreven. Gewoon verzonnen van, nou is leuk om die en die erbij te hebben. Ja. Mag je er een paar verklappen? Ja, absoluut. Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld een goede vee en een slechte vee. En die goede en die slechte vee, die sturen eigenlijk het verhaal een beetje. Hè, dus die slechte vee, die vindt het prachtig als het allemaal uit de hand loopt. En die goede vee, die probeert dus op alle mogelijke manieren het weer recht te breien. Ja, en dat, ja, dat is een hele leuke toevoeging geworden. Ja. Dat geeft ook een beetje ander tintje aan het stuk. En ja, want je probeert dus wel alle kinderen toch een rol of een rolletje. Ze moeten allemaal spelen. Je kunt ook stilspel ja, hebben. Ja, nee, maar dat is zeker voor deze leeftijd is dat echt absoluut niet leuk. Plus dat je dan, hè, want we repeteren zondag van 10 tot 12, zondagochtend. Ja, dan zitten ze maar een beetje te zitten de hele ochtend. En ja, dat is voor niemand leuk. Nee. Dat zou ik persoonlijk ook niet leuk vinden. Nou, je vertelde net, jullie zijn het najaar begonnen met repeteren. Hoe ziet zo'n, laten we zeggen, de eerste 5 repetities? Hoe zien die eruit? Hoe komt die voorbereiding los van de grond, zeg maar? Nou, wat we eigenlijk altijd doen, of wat ik eigenlijk altijd doe, is ik begin eerst met heel veel improvisatie. En dat betekent dat ze krijgen een onderwerpje. En dan moeten ze met een klein groepje. Ze gaat maar een beetje voorbereiden en ga maar spelen. He, geen tekst, niks, maar gewoon hup, lekker
spelen. En over het algemeen vinden ze dat heerlijk om te doen. Voor mij is dat heel prettig, want dan kan ik zien wat ze in huis hebben. Mm-hmm. En dan, dat helpt ook bij het verdelen van de rollen. Ja. En dat dan zeg maar zo half oktober. Oké, dan heb je ongeveer een maand Ik wel een redelijk beeld. En dan laat ik ze altijd voorkeur opschrijven. Mm-hmm. Ja, en dan moet het grootste probleem. Ik vind dat eigenlijk altijd een ramp. Want je wil je niemand teleurstellen. Nee. Maar ja. Ja, je hebt maar een aantal rollen en dus een aantal wat leidende rollen. Je hebt 25 kinderen en daarvan ik heb daarbij 3 jongens. En de rest is meiden. Mm-hmm. Dus voor de jongens is het natuurlijk een walhalla daar. Ja, maar die hebben altijd een... Altijd. Ja. Alle keus in wat dan ook. Ja, ja, ja. En dus, dan zijn er van die 20 meiden, zeg maar, zijn er 15 die bellen willen spelen. Ja. Ja. Helaas, ik heb er maar één nodig. Ja, ja. Jullie dubbelen niet in de rollen? Jullie hebben geen undercovers? Nee. Nee, dat is wel vaker zo en niet. Hè. Maar dan zou je kunnen zeggen, je misschien een beetje wat kunnen... Of een dubbele ja, rol. Heb ik eigenlijk nooit gedaan. Nee. Maakt ook hartstikke mooi op die manier. Ja. Goed, dan zitten jullie, laten we zeggen, rond januari, februari. Dan komt het een beetje... Dan begint het aardig te lopen. Dan moeten ze hun tekst kennen. Ben je daar streng in, Ellen? Ja. Wat voor sancties staan erop? Niet. Ik begrijp het. Maar je wilt natuurlijk ze motiveren om dat ook te doen. Omdat je dan natuurlijk ook qua spel meer... Het probleem is dat als je je tekst niet kent, dan kan je eigenlijk niet spelen. Want als je constant met je boek... Ja, en dan ben je gewoon alleen maar aan het nadenken. Mm-hmm. En dan kan je niet gewoon vanuit je gevoel zeggen, vanuit je gevoel spelen. Ja. Dus en de dat tekst, is heel belangrijk. En dat is januari, of tenminste... Ja, eind half februari, zeg maar, moeten ze het echt kennen. Ja, en ga je dan ook zetten op het podium vanaf dat ze de tekst kennen? Of doe je dat al eerder? Nee, dat doen we al eerder. Ja. En dat wisselt natuurlijk ook nog regelmatig. Hè? Want dan heb je bedacht van, dan ga je hierop en daar af. En dan moet je daar ongeveer staan. En dan na een week of 2 weken denk van, dat is het niet. Nee, dan... Nou, hoppatee, proberen we wat anders. Ja. En dan hebben zij een idee. Of ik heb een idee. Dat werkt wel leuk samen ook. Ja, want die ruimte is er wel voor de spelers? Absoluut. Ja. Eigen initiatief is gewoon heel leuk. Want als zij voelen van dat is goed, dan doen ze het ook goed. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook weer zo. Als het vanuit zichzelf... Als het vanuit hun komt, is het alleen maar prima. Ja, ja. Leuk. Ja, heel even kort nog. Heel even kort de inhoud. Kan je dat in 2 zinnen? Want dan in 2 zinnen? Ja. Nou, 3 mag ook. Okay. 3 mag ook. Ja, 3 mag ook. 3 mag ook. Ja, hele korte inhoud. Er is een prins en die is vervelend, arrogant enzovoort. En die stuurt een bedelares van de poort. En die heeft hem en het kasteel betoverd in een beest. Dan heb je een dorp en daar woont Bel. En Bel die is gek op lezen en die leest eigenlijk maar het hele dorp vindt haar raar en vervelend. En dan heeft ze nog een vader en die is uitvinder. Nou, die vader gaat op een gegeven moment naar een beurs. En dan verdwaalt hij. Dan komt hij bij dat kasteel en dan wordt hij daar in de gevangenis gegooid. Want de beest wil hem niet. Dan komt Bel, die komt hem zoeken en dan blijft Bel daar. Nou. In het begin moet ze niks hebben van dat beest. Dan redt dat beest haar op een gegeven moment van de wolven, want dan is ze weggelopen. En dan gaat het een beetje klikken. En dan vinden ze elkaar toch eigenlijk ook wel gewoon een beetje aardig. En dan wil zij eigenlijk gewoon heel graag even naar huis om te kijken hoe het met haar vader is. Want die beest heeft een toverspiegel waar die in kan kijken en dan kon zij ook die vader zien. Laat hij haar gaan. En dan is er nog een zekere Gaston en dat is de bink van het dorp en die wil met Bel trouwen. Maar Bel wil dat echt absoluut niet. Nou, die Gaston heeft een gemeen plannetje bedacht. En die komt op een gegeven moment dus bij Bel en haar zieke vader en die wil die vader in het gekhuis stoppen. Mm-hmm. En dan... gaat het mis, want dan kijken ze naar dat beest en dan gaat het hele dorp in de paniek en dan gaan ze het kasteel aanvallen. En dan wordt
het beest raakt gewond. En dan gaat ze vertellen dat ze van hem houdt. En dan is de betovering verbroken. En dan de eindgoed al goed. En dan is het natuurlijk eindgoed al goed. Ja. En wat ook gewoon heel leuk is, want we hebben een proloog erin. Dus daarin laten we zien van hoe het nou gebeurd is. Ja. Hè, waarom het een beest geworden is. En dat wordt ingesproken, of dat is ingesproken. En dan wordt het in stilspel wordt dat uitgebeeld. En we hebben een prachtige stem die dat ingesproken heeft. Ja, dat heeft Bart gedaan en dat is geweldig. Ja, dat moesten we ook nog even zeggen. Ellen, jullie hebben ook wat leuke dingen in het dorp gedaan. Was afgelopen zaterdag, hè? Afgelopen vertel zaterdag, eens wat. Het grootste gedeelte van de groep omgekleed al in de kostuums die ze ook bij de voorstellingen gaan gebruiken. En hebben daar geflyerd. Hè? Dus, onze mooie flyer uitgedeeld. En we hebben onze einddans gedaan daar. Met natuurlijk de muziek erbij. Ja. En dat was echt heel leuk. Ten eerste hebben de kinderen er ontzettend van genoten. Ja. Die vonden het echt heel leuk om te doen. En er waren mensen die bleven staan en kijken. En groot applaus. Leuk. En het was helaas wat rustiger dan je eigenlijk gewend bent op zaterdag. Ja. Maar toch heel goed. Ja. Dan gaat het om de kwaliteit en de mensen die dan komen om te kijken. Ja. En nog even de kostuums. Hoe zijn jullie daarin te werk gegaan? Ja, ik ga dan vertellen wat ik graag wil aan de kostuumgroep. We hebben een hele goede kostuumgroep bij na Piek. En zij gaan dan aan de gang met verzamelen. Wat ze niet hebben, maken ze zelf. Mm-hmm. En ik heb zelf ook nog wel zo het een en het ander. En we knutselen dan de boel wel in elkaar. Ja. Daarbij hebben we een aantal mensen die het decor verzorgen. Ja, want het is natuurlijk allemaal verzorgen. Heel specifiek, hè? Ja. Ja. En is veel werk altijd. Het is wel echt wel veel werk. Ja. Maar goed, we mogen gelukkig 6 voorstellingen spelen. En daar wil ik graag mee afsluiten, Ellen. Ja. De 6 voorstellingen, wanneer zijn ze? Hoe laat zijn ze? Ja. En zijn er nog kaartjes? En ja, zeker. Maak ons enthousiast. Ja, dat heb je al gedaan, maar promote het. Zaterdag 27, dus dat is aanstaande zaterdag. Komende zaterdag. En zondag 28. En dan zaterdag spelen we om 7 uur en zondag om 2 uur. Dan hebben we 3 en 4 juni. En 3 juni, dat is ook zaterdag en zondag. Ook zaterdag en zondag. Zijn 3 weekenden. Ja. De derde beginnen we om 9 uur. Want het is een speciale voorstelling, want dan kunnen we echt met licht spelen. Licht gaan werken, ja. En dat is voor de kinderen is het heel erg leuk. Ik geniet er ook altijd vreselijk van. En dan zondag weer om 2 uur. Ja. En dan de 10 en 11, dus zaterdag 11, 10 en zondag 11. Hè, kom er bijna niet meer uit. Om 7 uur en om 2 uur. En om 7 uur. Eigenlijk de enige afwijkende tijd is de zaterdag 3 juni. Zaterdag 3 juni. Om dan 9 uur, om dan de lichtjesvoorstelling. Ja. Of de mooie verlichte lichtvoorstelling. Ellen, we zijn er doorheen. Ik wens jullie heel veel plezier. Dank je wel. En ook voor jullie met de laatste loodjes. Ja. Maar ja, dat komt goed. Ja. En hartelijk bedankt dat ik weer mocht zijn. Nou, met zo'n leuk verhaal altijd, Ellen, dat weet je. Dat, dames en heren, brengt ons aan het einde van, inderdaad, ik zei het vorige keer ook al, een interessante uitzending, ook weer een heel interessante uitzending van Reactor. Ik wens u een fijne avond en graag tot een volgende keer.